Iets anders wat op de veiling stond. Dat was een schaatskliniek van Erben Wennemars. En wij waren erbij om verslag te doen. Frank Dane, om precies te zijn. Erben. Ja. Wat ga je doen met alle mensen die geboden hebben op de veilingsite? Nou, we gaan gewoon een uurtje echt leuk schaatsen. Ik ga eerst kijken van wat een klein beetje het niveau is. En dan gaan we een beetje bijschaven aan de techniek. Jelmer, jij hebt op de veilingsite geld gedoneerd. Ja, nou, vooral mijn vriendin heeft dat gedaan. Die zag dat staan en die denkt, ja, Jelmer, een fanatieke schaatsen, die moet dat gewoon doen. Wat hoop je vandaag om te doen? Ik hoop gewoon eigenlijk heerlijk te kunnen schaatsen en misschien dat mijn linkervoeten wat steviger op het ijs komt. Kijk. Een beetje een zwabbervoet of zo, hoe dat heet. Misschien heel stiekem trainen voor de Elfstedentocht. Maar ga jij dan meedoen? Waar zijn je schaatsen? Nee, ik ga niet schaatsen, Erwin. Echt niet? Nee, de laatste keer dat ik dat heb gedaan, heb ik mijn heup op 3 plaatsen gebroken. Ja, dat meen je echt waar? Meen ik echt, ja. Dan heb je een vrije dus legitieme reden om niet mee te gaan. Schouders echt af laten hangen, gewoon dat die echt helemaal hangen. Je moet helemaal hangen in je rug. Je moet je rug als het ware helemaal rond maken. Zak dan nog een klein beetje door de knie heen. En de zwabbervoet? De zwabbervoet, ja. Ik heb gezien dat ik heb allemaal mooie schaatsen. Maar die man die heeft ook schaatsen uit het jaar 1836. Die heeft al niet eens geld geïnvesteerd in een paar veters. Nee, dat geef ik aan het goede doel. Ja, dit is dinosaurussenweer waarmee dit is gemaakt. Maar ja, de tip is, ga naar de plaatselijke schoenmaker in het dorp. Die heeft een paar prachtige schaatsen liggen daar, dan moet je een paar schaatsen kopen daar. Oké. Okay. Als jij dan eventjes naar de kant gaat, hier, daar is de chocolademelk binnen. Oké. Okay. Okay, dan ga ik eventjes aan het werk. Ik word als een kleuter behandeld hier. Ik ga naar het kinderveldje toe. Hey, de armzwaai is een ondersteuning van je slag. Mag ik een warme chocolademelk? Ja. Ik heb er... Wou je voor de hele team meteen? Of... Nou, ik heb helemaal geen zin in chocolademelk, maar het moet van Erben Wennemars. Hij betaalt. Ja. Ja, alsjeblieft dan. Dank u wel. Een rondje van Erben Wennemars, jongens. Gezellige gast, die Erben. Erben, mag ik jou nog ontzettend bedanken. Dat jij belangeloos dit hebt gedaan voor Serious Sequest. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Ik denk dat ik namens iedereen spreek. Hè? Applaus voor Erben. We gaan chocolademelk drinken, jongens. Ja, Sam, zijn er klaar voor? Sander en Willy.